Kjeld Nuis, je hebt zo net de 500 meter gereden. Dat is denk ik wel een lekkere warming-up geweest voor morgen, de 1000 meter. Ja, nou ja, zo zag ik het niet helemaal hoor. Ik zie het gewoon als een race op zich. En hij ging hartstikke goed. Daar ben ik blij mee. Dus het was mijn beste World Cup klassering tot nu toe op de 500. Dus ik mag niet klagen, nee. Hoe bereid je je dan voor op morgen? Gewoon helemaal hoofd leeg maken? Ja, gewoon net als altijd. En ik voel me goed deze week en dat benadrukt deze 500 meter ook. Dus mijn opening was sterk, mijn rondje was goed en technisch niet veel te klagen. Dus ik heb er zin in morgen hoor. Als je naar morgen kijkt, wat is dan het belangrijkste punt waarom jij zo goed bent dit seizoen op de 1000 meter? Omdat ik tegen hem moet. En morgen dan de 1000 meter. Hoe ga je je daarop voorbereiden? Hetzelfde als vandaag. Gewoon even gewoon alles goed op een rijtje zetten. En wat ik vandaag heb meegemaakt hier en tijdens de ritten, hoe dat voelde. En ik denk dat ik morgen gewoon even een tandje scherp aan de start staat. En dan op mijn tussen haakjes 1000 meter hopelijk af kan maken. Prioriteit nummer 1, is dat plaatsen voor het WK of toch nog de World Cup winnen? Natuurlijk WK. Maar ik denk als je voor de WK morgen plaatst, dat je een heel goede kans maakt op een eindzege in de wereldbekerklassement. Dus we gaan het zien. Morgen inderdaad toch de 1000 meter. Nou, je zegt dat je bent wereldkampioen sprint. Het zou toch niet zo kunnen zijn dat de wereldkampioen sprint niet op het WK afstanden staat? Nee, daarom. Dus voor de 500 heb ik nu goede zaken gedaan. We gaan er morgen op de 1000 zien. Normaal gesproken is de 500 wel mijn beste afstand. Dan ligt ook mijn focus nu een beetje. Maar ik ga morgen vooral genieten van een vol tee-off. En wie weet wat er in het vat zit. Je hoeft alleen maar te winnen. Alleen maar te winnen, zo makkelijk is het. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar het, in feite, als je de snelste tijd hebt, ben je er gewoon bij. Klassement, op basis van klassement, dat wordt wel lastig. Ben je daar echt mee bezig met morgen? Of heb je nu zoiets gewoon 500 meter en 1000 is extra? Ja, eigenlijk zoals je dat laatste zegt, 500, 1000 is extra. Maar goed, ik sta morgen aan de start en dan, bij mij is 98%, dat telt niet. Dus het is alleen maar 100% en dat ga ik morgen ook doen. Dus wat dat betreft is de instelling niet. Vandaag je de 500 meter op het programma staan. Neem je dit nog mee in je achterhoofd als je slechte 500 meter rijdt? Ja, eigenlijk wel. Maar het is vanavond wel weer over. Kijk, nu is het gewoon even heel erg wild en dan probeer je zo goed mogelijk alles te doen. Maar ja, dat gaat dan soms net eventjes too much. Maar 1000 meter rijd ik vaak even een tandje minder. Dan hoop ik wel gewoon beter de bocht aan te kunnen snijden. En meestal lukt het ook wel. Vandaar dat 1000 eigenlijk wel een stukje beter gaan dan 500. Maar ja, dat gaat goed komen morgen. Zo hebben we bijvoorbeeld morgen Hein Otterspeer aan de start bij de 1000 meter. En dat is toch wel de beste 1000 meter samen met Kjeld Nuis van dit seizoen. De beste 1000 meter rijden. Precies. Dat zijn hele goede, maar ik bedoel, kijk, je moet natuurlijk nog wel in vorm zijn. En geef je hem dan nog tips voor morgen? Vanuit eigen ervaring? We doen net als altijd. Iedere wedstrijd nemen we dingen door wat wel goed gaat, wat niet goed gaat, waar hij op moet letten. En dan maar weer kijken of die... Of hij zo perfect mogelijk kan uitvoeren. Want dat bepaalt uiteindelijk je eindtijd.